Ik ga vandaag met de 20 collega's Zeeland in, de provincietour, om mensen te ontmoeten, werkbezoeken af te leggen, te praten met bestuurders, met de burgers, op de pleinen en de straten en in de steden en de dorpen. We willen heel graag weten wat er speelt in Zeeland en daar is die tour voor bedoeld. Ja, ik vond het vandaag heel waardevol dat bij mij de ombudsman op bezoek is geweest. We hebben concreet kunnen vertellen waar ik als fruitteler tegenaan loop in het contact met de overheid. Het probleem hier is met name zekerheid van zoet water. Omdat er sprake is van het weer terug zout maken van het zoommeer. En ik heb geïnvesteerd door een pijpleiding te leggen om zoet water op mijn bedrijf te verkrijgen. Wat echt van levensbelang is, afgelopen zomers ook. Ik verwacht van de ombudsman dat hij daar voor ons invloed kan uitoefenen terug bij de overheidsinstanties. Om ook in de toekomst een duurzaam fruitteler te kunnen blijven. Het bezoek van de Nationaal Ombudsman vandaag hier aan het project Nieuwe Sluisterneuzen was een kans om te praten over hoe wij het project aangepakt hebben. Hoe we aan de voorkant allerlei contacten hebben gelegd. En hoe we in de realisatie via een één loketfunctie omwonenden en bedrijven antwoord geven op allerlei vragen en klachten. En waar we het net over gehad hebben, is met name eigenlijk over doen wat je zegt. Dat advies hebben we meegegeven aan de Nationale Ombudsman. Ik vond het een heel verhelderend gesprek en duidelijk uitgelegd wat onze kansen eventueel zijn. En hij begreep ook het menselijk aspect. De bezoeken van vandaag hebben ons gebracht dat we beter weten wat er in Zeeland speelt. Voorbeelden van de dingen die we tegen zijn gekomen, dat waren toch mensen die problemen hebben met lokale belastingen. We hebben ook gesproken met ambtenaren die met schuldhulpverlening bezig zijn. We hebben gesproken over de manier waarop vergunningen worden verleend. Daar hebben mensen toch af en toe wel echte grote problemen mee dat er niet geluisterd wordt. De overheid moet beginnen met te luisteren. Een aantal dingen, denk ik, kunnen we echt oplossen en weer vlot trekken. En soms zullen we ook moeten zeggen, nou ja, weet je, die informatie die je had klopte niet. We gaan je helpen bij het vinden van de goede informatie.